Oké, hier is het Shanghai huis op nummer 1505. We gaan eerst naar de keuken. Nou, een redelijke keuken. Oh, wat groot. Goed fornuis, drie pitjes, mooi. Lichtgevende kastjes. Ja, nou, hier wasmachine er meteen bij. En we hebben een afwasmachine. Maar het is anders dan Nederland, dat is met laadjes. Nou, even kijken hoe dat allemaal werkt. Mooie koelkast, net nieuw. De woonkamer. We hebben de Chinese-achtige bar. Ik heb geen idee wat het is eigenlijk. We hebben nog een soort van, ja, iets daar. Dan hebben we hier achter de werkkamer met vlinderverzameling. Dan lopen we door via de eettafel met de mooie schilderijenwand naar de eerste badkamer. Nou, mooi zwart dingetje. Ja, toilet. Douche. Douchelaken hadden we ook in Singapore. Import waarschijnlijk. Mooie ophanghakjes, ophangrekjes. We hebben een piano zodat we kunnen oefenen. Een lekkere lichtbank die je uit kan trekken en daar kan je twee bedden van maken. Perfect. Mooie lamp, grote tv. Noem ik kunst. Dan hebben we hier waarschijnlijk Rick of Barry's kamer. Is nog leeg. Komt nog een bed. Hier of Rick of Barry's kamer. Wat zij willen, ze vechten het maar uit. Omdat ik alles geregeld heb, slaap ik hier. De master bedroom. Met balkon natuurlijk. Gaan we zo laten zien. We hebben hier nog een badkamer. Met douche, met een fantastische kop. Alleen, ja, je kan het in de schaduw zien. Daar pas ik dus nooit onder. Gaan we iets op zien. Ja, en natuurlijk waarom we het allemaal genomen hebben natuurlijk. We zitten hier in een heel groot complex. Dat ziet u daar. Dat hoort u allemaal bij. En we hebben hier de rivier van Shanghai. Een rivier met parkje. Zicht van buiten, mooi. Nou, dat was appartement Shanghai.